We gaan vandaag twee sporten tegenover elkaar zetten om te kijken wat ze met elkaar gemeen hebben en ook te kijken of ze van elkaar kunnen leren. Hoe vaak train je ongeveer per week? Voor mezelf trainen doe ik 5-6 keer per week in echt trekking en daarnaast nog soms fitness. Ik denk in totaal 20 uur per week ongeveer. Ja, ongeveer trainen wij 30 uur per week. En dat kan soms iets meer, soms iets minder zijn. En dat varieert van krachttraining tot watertraining tot landingtrainingen. Ja, heel gevarieerd erin. Wat doen jullie nou eigenlijk buiten het feit dat jullie heel veel trainen? Krijgen jullie ook bepaalde coaching vanuit een bedrijf of vanuit bepaalde personen op het gebied van voeding of andere dingen? Vanuit onze sport niet. We hebben gewoon niet budget en faciliteiten daarvoor. Dus wat wij heel erg doen is elkaar voornamelijk coachen in de sport. Vooral heel veel delen in de community zelf. Vaak video's posten, vragen om adviezen. Trainen met jongens die wel beter of op hetzelfde niveau zijn en dan naar elkaar kijken. Dus het is wel veel minder direct coaching als een coach die erbij staat. En het is veel meer een gezamenlijk ding van leren met elkaar en van elkaar. Dus hoe zit dat eigenlijk bij jullie, Joey? Ja, wij hebben wel het geluk dat we daar wel een budget voor hebben. We hebben een vaste trainer langs de kant staan. Daarnaast hebben we inderdaad nog wel de mogelijkheid om ook naar een psycholoog, sportpsycholoog te gaan of een voedingsdeskundige. Er zijn heel veel kanten waar je op kan. Door middel van ons budget, wat we wel hebben, kun je heel veel. Als je een blessure hebt, dan loop je hiernaast. Loop je naar topsupport en dan kun je zo naar de fysio. En ik denk dat ze dat bij jullie niet echt hebben. Ook dat geluk hebben wij dan weer wel. Ja, zoals je ziet zijn het twee hele verschillende sporten. Ik denk dat er bij de ene sport nog een hele groei gaat ontstaan. En ik hoop dat jullie in de toekomst ook die faciliteiten krijgen die hun nu hebben. Denken jullie dat je eigenlijk van elkaars sporten kan leren? Het zijn eigenlijk beide een beetje gymnastisch aangelegde sporten. En ja, zoveel als dat ik van turnen heb geleerd, van technieken, zullen zij dat ook wel hebben. En daarin zullen we vast wel in elkaars elementen ook wel het een en ander kunnen vinden. Dus ik denk zeker dat we van elkaar kunnen leren. We zullen veel gemeen hebben en we zullen op heel veel vlakken toch ook weer net dat het net iets anders is. En ik denk dat je juist daarvan heel veel kan leren en dat je daar heel veel profijt van kan hebben. Ben je al een beetje zenuwachtig? Ja, afhankelijk van de hoogte ben ik wel heel benieuwd hoe ik het ga doen als ik er eenmaal sta. Maar het ziet er wel ziet er leuk uit, lekker zo zeggen. Wat is de maximum waar je denkt vanaf te durven springen of salto durf te maken? Nou, echt springen denk ik de 5 meter. Ik denk de salto van de 3. Ik ben hier zo'n held op hoogte, man. Topsporter is en blijft uitdagend. Ik hoop dat ik door middel van, we beginnen zo meteen even met wat basisdingen. En uiteindelijk uitbreiden naar wat moeilijkers. En ja, ik hoop toch dat hij op een gegeven moment zoiets heeft van ja, ik wil er eigenlijk echt wel mijn grenzen gaan verleggen. We gaan kijken wie van hun het beste is, een 1 versus 1 battle. Maar dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn omdat hij al getraind is in de sport. Dus krijgt hij een handicap. Hij gaat dus proberen vanaf 1 been af te zetten. Kelian mag het proberen normaal te doen. Laten we zien wie de winnaar is. Ja. Ik moet zeggen, die van Kelian was echt supergoed. Maar er kan er maar 1 de beste zijn met de minste spetters en de juiste correcte vorm. En dat is de winnaar Joey. Gefeliciteerd, man. Yes. En dan is het nu tijd om de volgende sport uit te gaan testen. En dat is trekking. En dan denk ik dat Joey het nog wel zwaar gaat krijgen. Want er zijn iets minder fijne landingen dan in het water. Het is weer een nieuwe dag en ik sta hier vandaag weer met Joey. En we staan nu vandaag voor het jongerencentrum Dynamo in Eindhoven. En dit is de plek waar Kelian altijd traint. En vandaag krijgt Joey een lesje trekking van Kelian hierboven in de gymzaal bij Dynamo. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in, zeker. Ja. Ik ben echt benieuwd wat ik zo meteen kan verwachten. Ik heb wel iets idee met een beetje salto's, schroeven en zo, maar toch wel een beetje
Nerveus is niet het juiste woord, maar ik heb er echt zin in. Ja. Nou, dan zullen we eens gaan zien wat Joey ervan pakt. Laten we maar gelijk naar binnen gaan. Juist gekeken naar de training van Kelian aan Joey. Ik vond dat het erg goed ging. Je merkt echt omdat hij met het schoonspringen natuurlijk al een hele hoop dingen kan, zoals twists, rotaties, dat hij hier ook echt voordeel bij heeft. Maar nu komen we toch weer uit bij de battle, de 1 versus 1 battle. En daarvoor hebben we iets slims bedacht. Wat gaan we doen? We gaan een backflip doen, dus iets wat we alle twee in onze discipline gebruiken, dat is een achteruitsalto. En we gaan hem proberen zo precies en zo netjes mogelijk met de hoogte. Dus eigenlijk worden er verschillende elementen meegenomen. We gaan kijken of je hem op dezelfde plaats kan landen, zoveel mogelijk, zo hoog mogelijk en gewoon zo netjes mogelijk kan uitvoeren. Als ik hem moet geven, op basis van wie het precies op het kruis heeft geland en wie het mooiste landt, dan wint Joey. Maar als ik hem moet geven op hoogte en op vorm van je landing, dan was die van jou beter. Maar de challenge was op het kruis, dus ik denk toch dat Joey de winnaar is. Hebben jullie wat van geleerd van elkaar? Ja, zeker. Ik vond het heel tof om een keer op een hele andere manier bezig te zijn met mijn salto's, om het zo te zeggen. En om heel bewust te worden van mijn vormspanning, hoe ik die anders kan gebruiken dan op de grond. Dus ik vond het zeker leerzaam. Heel tof. Ja, zeker. Ik vond ook, we hadden inderdaad veel rotaties. Hier weer. En dan toch weer net op een andere manier, wat het toch mentaal een stukje omschakelen is. Het is moeilijk, maar het is leuk. Dus ik heb er zeker wat van geleerd. Oké, maar nou de grote vraag. Gaan jullie nog vaker trainen in elkaars discipline? Oh, ik zou zeker nog wel een paar keer in het bad willen staan en daar uitbreiden. Tot hopelijk minstens uitbreiden tot 1,5 salto met een duik. Dat zou me heel tof lijken om nog bij te leren. Ja. 10 meter hoogte dus binnenkort voor jou. Nou, misschien naar beneden springen, 10 meter hoogte wel, maar geen saltos vanaf. Daar laat ik aan de echte professional over. En jij, Joey? Ja, zeker. Ik denk dat hier lekker combineren van de trappen en de salto's, dat ligt me wel. Dus ik zou het zeker leuk vinden om vaker te komen trainen. En ik denk dat het in mijn sport voor de rotatievermogen, dat het alleen maar erop vooruit kan gaan. Dus ik zie er alleen maar pluspunten in. Heb jij nou interesse om ook vette tricks te leren, dus salto's of schoonspringen? Dan moet je even kijken op dit linkje hier en dan vind jij meer informatie daarover.